we've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values, and there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience, and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Hartelijk welkom. Mijn naam is Juri Albrecht en ik heb het grote genoegen om vanavond deze avond te kunnen leiden. Een avond die in teken staat van Femke Halsema en die in teken staat van haar boekje wat zij geschreven heeft. Pamflet, kan je het ook noemen. Een nieuw idee voor een groot maatschappelijk probleem. Een nieuw idee wat van links en rechts benaderd wordt, letterlijk en figuurlijk vanavond. En waar we over praten daarna, nadat zij haar idee toegelicht heeft. Dit is een serie, die pamfletten, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar het is me een buitengewoon genoegen dat iemand die oorspronkelijk hier programmamaker was, later fractievoorzitter van GroenLinks en tegenwoordig public intellectual, hier haar pamflet ten doop wil houden. Hartelijk welkom allemaal en ik wil graag het woord geven aan de editor van deze serie. Of een van de editors van de serie Nieuw Licht. Initiatief van Koen Simon en Frank Meester. En Frank Meester is hier vanavond, hartelijk welkom. En ik geef jou graag het woord om de serie en deze deel uit de serie toe te lichten en te introduceren. Frank Meester. Dankjewel. Bedankt. Ik ben helaas niet de editor, maar wel de initiatiefnemer van Nieuw Licht. En inderdaad samen met Koen Simon, collega, filosoof. En Nieuw Licht is dus die reeks waarin, dit is alweer het zevende deel dat verschenen is in een Nieuw Licht. En waarom zijn wij Nieuw Licht gestart? Dat komt omdat wij ons zorgen maakten over het publieke debat. Wij waren vooral heel erg, we stoorden ons aan de enorme hoeveelheid, of we stoorden ons nog steeds aan, enorme hoeveelheid meningen en de enorme hoeveelheid geschreeuw die we allemaal hoor dagelijks over ons heen krijgen. En wij hebben dat de vertwittering van het debat genoemd. En dat gaat natuurlijk niet alleen om Twitter. Hè, er gebeurt een hoop ellende op Twitter, maar er gebeuren ook goede dingen. Maar het is misschien wel exemplarisch, hè, dat geschreeuw op Twitter. Maar we zien het ook in de krant, we zien het op televisie. Als je de televisie aanzet of de krant openslaat, dan zie je daar mensen die een mening geven en die weer een mening geven over andere mensen. En dat wordt vaak weer dunnetjes of eigenlijk heel dikjes, zou je kunnen zeggen, overgedaan op de social media. En wat er dan gebeurt als al die meningen over die meningen worden gegeven, daar kan ik een heel goed voorbeeld van geven. Een tijd geleden was er ook in het debat over vluchtelingen, dat was volop gaande en daar gebruikte iemand het woord dobberneger. En op dat moment ging het debat alleen nog maar over dat woord dobberneger. Het ging dus niet meer over de inhoud. Mensen waren enorm verontwaardigd over het feit dat iemand dat in de mond had genomen. En andere mensen waren weer verontwaardigd over het feit dat mensen daarover verontwaardigd waren. En dat is het probleem. Verontwaardiging is sowieso altijd fijn, want daarmee zet je anderen weg als slecht. En jezelf, jij staat aan de goede kant. Ik was laatst met mijn hond aan het wandelen en toen kwam ik op een veld. En daar waren allemaal andere honden. En die waren aan het blaffen aan een hond. En mijn hond ging onmiddellijk mee blaffen. Toen had ik de indruk dat hij dat deed, omdat hij wilde laten zien dat hij aan de goede kant stond. Terwijl ik denk niet dat hij door had wat er werkelijk speelde en waarom die honden naar die hond blaften. En dat is misschien het probleem met verontwaardiging. Maar het probleem is ook weer dat ik nu zelf ook meedoe aan de vertwittering van het debat. Want op het moment ben ik aan het praten over hoe slecht dat debat is. He, dus ik maak mezelf weer schuldig aan precies hetzelfde waar ik die mensen van beschuldig. Dus de vraag is, hoe ontkom je daaraan? Nou, zijn er mensen die zeggen, nou, wat je moet doen is, je moet gewoon terug naar de feiten. Je moet dus al die meningen, die moet je overboord zetten, we moeten terug naar de feiten. Nou, volgens ons is dat vreselijk naïef. We kunnen niet zomaar terug naar de feiten. Ja, misschien als we het hebben over of de aarde rond is, dan als we iemand die vraag stellen, dan kan je de feiten bijhalen. Maar als het gaat over het vluchtelingendebat of over de vertwittering van het maatschappelijk debat, dan ligt dat veel ingewikkelder en dan kan je feit en mening niet zo makkelijk uit elkaar halen. Wat je volgens ons moet doen, is ruimte geven voor argumenten. Dus dat mensen die meningen met argumenten kunnen omkleden.
Nou, hoe hebben wij dat gedaan? Wij hebben allerlei vragen gesteld van dingen waar wij mee zitten. Maatschappelijke kwesties, maar soms ook persoonlijke kwesties. En die hebben we voorgelegd aan mensen in wie wij heel veel vertrouwen hebben. Waarvan wij denken dat ze die vragen heel goed kunnen beantwoorden. En zo hebben we aan Bas Heijnen gevraagd of hij eens wil kijken naar dat onbehagen. Heel veel mensen voelen zich onbehagelijk, terwijl er tegelijkertijd enorme welvaart is en de criminaliteitscijfers heel laag zijn. Waar komt dat onbehagen vandaan? Aan Bert Keizer hebben we gevraagd of hij eens een nieuw licht wil werpen op op euthanasie en op voltooid leven. En aan Femke Halsema hebben we gevraagd of zij een nieuw licht wil werpen op die enorme stroom vluchtelingen die op gang is gekomen door natuurrampen en door oorlogen en waar we wat mee moeten. En we hebben dat niet zomaar gedaan, we hebben daar ook steeds een tekst bij gegeven. We hebben gezegd, hou die tekst in je achterhoofd. Dus in het geval bijvoorbeeld van Bas Heijnen hebben we daar van Sigmund Freud het onbehagen in de cultuur. In het geval van Bert Keizer hebben we gezegd, pak Hume, David Hume's tekst over zelfmoord erbij. En in het geval van Femke Halsema hebben wij gevraagd of zij de Open Society and Its Enemies van Karl Popper uit 1945 erbij wilde pakken. En wij hopen door die tekst erbij te halen ook een soort ander perspectief te geven. Want die tekst gaat over hetzelfde onderwerp, maar is op een ander moment in een andere sociale context geschreven. En die werpt misschien een nieuw licht op de zaak. En zo kom je misschien uit die wegen, die gebaande wegen, waar dat debat altijd maar weer naartoe kruipt. Hè, door die vertwittering. En dat is in het geval van het boek van Femke Halsema ongelooflijk goed gelukt. We zijn heel erg blij met deze tekst. Want die tekst doet precies wat we willen. Die zet eigenlijk aan tot een nieuw debat. Het is het begin van een nieuw debat. Maar is niet alleen het begin van een nieuw debat, denken wij misschien ook wel van concrete ontwikkelingen die heel snel in de nabije toekomst gaan plaatsvinden. Tenminste, daarover gaat Femke Halsema, hoop ik, straks nog van alles vertellen. En dat is een heel belangrijk debat waar u allemaal ook over mee moet denken. Dus Femke heeft een heel mooie tekst geschreven en ik ben ongelooflijk trots dat ik ook maar een klein beetje aan het begin heb gestaan van die tekst. Maar ik denk dat we ook allemaal daarover, zij kan het niet alleen af. U moet daar ook allemaal over meedenken en dat is denk ik wat er vanavond ook gaat gebeuren. En wat ik u ook wil vragen, en daarbij wil ik u vooral ook vragen, stel uw oordeel nog even uit. Hè. Probeer alle voor- en tegenargumenten tegen elkaar af te wegen. En kom dan met een mooi afgewogen oordeel. Dank u wel. Hartelijk dank, Frank Meester, voor deze intro. En stel het oordeel uit. Dat is iets wat ook geheel in het licht in het teken staat van Karl Popper zelf. Natuurlijk, stel het oordeel uit. En bekijk de zaak op zijn merites en beoordeel daarna. En in tegenspraak is met het Twitter- en blafdebat, inderdaad, wat we vaak aantreffen. En nu wil ik heel graag het woord geven aan Femke Halsema, die een inleiding zal houden over haar idee, haar nergensland. Goedenavond. Ben ik verstaanbaar? Goedenavond. De Australische komiek Tim Minchin schetste de staat van het publieke debat eens als volgt. Most of society's arguments are kept alive by a failure to acknowledge nuance. Nuance te erkennen. We tend to generate false dichotomies, valse tegenstellingen, then try to argue one point using two entirely different sets of assumptions. Like two tennis players trying to win a match by hitting beautifully executed shots from either end of separate tennis courts. Er is geen debat waarvoor dat zo sterk geldt als dat over migratie. Je bent voor open grenzen of je bent voor dichte grenzen. Als je voor open grenzen bent, dan doe je Europa in de uitverkoop, dan laat je je eigen bevolking barsten, dan haal je terroristen binnen en ben je eigenlijk medeverantwoordelijk voor aanslagen. Als je voor dichte grenzen bent, dan ben je een aanhanger van Assad of andere totalitaire heersers, dan zend je vluchtelingen een gewisse dood in, ben je eng nationalistisch, islamofoob of iets ander extreems. Althans, dat zijn de verwijten die aan de meestal denkbeeldige tegenstanders worden gemaakt. Het zijn de ballen die onophoudelijk vanaf verschillende tennisvelden de lege ruimte ingeschoten worden.
Ik heb Nergensland geschreven uit grote frustratie over het verloop van dit debat over de gemakzucht en de luie oordelen. Het eindeloze gekift en de verdachtmakingen aan elkaars adres maskeren namelijk de padstelling waarin we eigenlijk verkeren en leiden af van de machteloosheid die de cacophonie aan schreeuwerige meningen eigenlijk is. Laat ik u de padstelling schetsen. Er zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Dit zijn de mensen die door de UNHCR zijn geregistreerd als vluchtelingen en ontheemden voor oorlog en geweld. Zouden we daarbij de mensen optellen die bijvoorbeeld honger ontvluchten, dan zijn het er nog veel en veel meer. Het is niet de verwachting dat het er de komende jaren minder gaan worden. Eerder worden het er nog meer. De grens in het absorptievermogen van Europese en andere open, zeg ik popperna, en welvarende samenleving ligt vele, vele malen lager dan het aantal mensen dat nu op de vlucht is. Als je, zoals ik, vindt dat het asielbeleid ruimhartiger zou moeten zijn, dan nog, laat ik dat maar meteen eerlijkheidshalve zeggen, bied je geen enkele oplossing voor het werkelijke probleem. Het gaat eenvoudigweg om veel te veel mensen. Als je hoopt met repressie te bereiken dat mensen niet meer komen, hoef je ook geen illusies te maken. De grens in repressie is met drones, private beveiligingsorganisaties, scheermesdraad en deals met schimmige boevenstaten wel zo'n beetje bereikt. En mensen komen nog steeds, zij het tijdelijk in mindere mate. Maar dankzij de repressie, want dat staat er namelijk tegenover, zijn mensensmokkelaars veel rijker en professioneler geworden. De internationale bereidheid ondertussen om een actieve bijdrage te willen leveren aan conflictoplossing met geld, diplomatieke bemoeienis en uiteindelijk zelfs vredesmissies neemt de afgelopen jaren bepaald niet toe. De UNHCR ontvangt al jaren veel minder geld van de donorlanden dan ze nodig heeft om minimale, fatsoenlijke opvang te kunnen bieden in de regio's waar de meeste vluchtelingen verblijven. En de opvangkampen in die regio's ondertussen zitten tot de nok toe vol. Niet alleen zijn de humanitaire omstandigheden daar dramatisch. De kampen ontwikkelen zich ook nog eens regelmatig tot doorvoerhavens voor wapens en jihadisme, gewelddadig jihadisme, zoals bijvoorbeeld kamp Dadaab in Noord-Kenia. En ze leveren daarmee ook zelf een nieuw geopolitiek gevaar op. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de toestroom van vluchtelingen in landen als Libanon, waar mensen verspreid door het land, vaak bij mensen in hun achtertuin wonen, maar waarbij de aantallen zo groot worden dat er een overloop kan plaatsvinden van het conflict vanuit Syrië bijvoorbeeld naar Libanon. Kort gezegd, mensen mogen en kunnen hier niet terecht, althans niet in die getalen. Ze kunnen niet terug naar de landen waar ze vandaan komen, want ze zijn niet voor niks gevlucht. En anders dan het vluchtelingenverdrag, dat de meeste landen netjes hebben getekend, anders dan het vluchtelingenverdrag belooft, is er voor vluchtelingen geen veiligheid, zekerheid of toekomstperspectief. Behalve voor die hele kleine groep bevoorrechten die opgenomen wordt als burger in een welvarende open samenleving. Zoals Alexander Betts en Paul Collier zeggen in hun prachtige boek Refuge, hebben vluchtelingen alleen de valse keuze tussen vegeteren in een internationaal kamp, zich als illegale voegen bij de onderklasse in derde wereldsteden of op een gammelbootje stappen de Middellandse Zee en hopen dat iemand ze tijdelijk onderdak biedt. En omdat wij ook niet weten wat we moeten doen en ongemakkelijk zijn van zoveel ellende, maken we elkaar en in toenemende mate ook de vluchtelingen uit voor rottevis. Karl Popper zegt: "Instead of posing as prophets, we must become the makers of our own fate." We moeten niet langer poseren als profeten. En dan poseren we ook nog dikwijls als angstprofeten of ondergangsprofeten. Maar we moeten ons lot in eigen hand nemen. Dat ben ik met hem eens. En dat moeten we wat mij betreft doen op de wijze van Karl Popper. Door na te durven denken over grote oplossingen, ver in de toekomst te durven zien, door de politieke verbeelding toe te durven laten, maar ook door ons kritisch vernuft aan te spreken, door de oplossingen slechts te willen bereiken in kleine stappen en experimenten, door trial and error toe te passen. Nergensland, zeg ik dan ook maar nadrukkelijk, is geen blauwdruk voor een oplossing van het vluchtelingenvraagstuk.
Het is een oefening in het denken in oplossingen. En tot mijn oplossing, waaraan ik vasthoud, zeg ik maar heel Popperiaans, tot ik een betere ben tegengekomen, die volgt eigenlijk drie redelijk eenvoudige stappen. 1. Het leed van vluchtelingen ontstaat door te vluchten, als eerste. En het verlies van mensenrechten en politieke rechten, omdat ze niet meer bij een land, bij een nazistaat horen. Ze hebben geen recht meer op lichamelijke integriteit, geen stemrecht of vrije meningsuiting. Geen bewegingsvrijheid en ook geen recht op onderwijs of gezondheidszorg. Want in onze moderne wereld zijn paradoxaal genoeg de universele mensenrechten, die we niet voor niks universeel hebben genoemd en die ook door een grote internationale gemeenschap zijn vastgesteld, niet in West-Europa, die zijn eigenlijk namelijk alleen van betekenis voor de inwoners van nazistaten. Als tenminste de plaatselijke overheid in die nazistaat ook bereid is de mensenrechten na te leven en te handhaven. Vluchtelingen hebben geen plek waar ze hun rechten kunnen afdwingen. En als een gevolg hiervan leven vluchtelingen in nergensland. Tussen de grenzen van de nazistaten in, zonder grond, zonder zeggenschap en zonder rechten. Dat is de eerste stap. De tweede stap. Als de nazistaten niet 65 miljoen vluchtelingen als hun burgers willen opnemen, is het dan mogelijk, vroeg ik me af, om gebieden aan te gaan wijzen, vrijplaatsen, waar je wel je rechten bezit, ook als je geen inwoner bent van een nazistaat. Zoals dat ooit gebeurde in de middeleeuwen, toen boeren in Engeland, was vastgelegd in de Magna Carta, samen de grond beheerden in zogenaamde commons. En die grond die mochten ze gebruiken om bijvoorbeeld hout te sprokkelen, hun vee te laten grazen, te verbouwen. En bij de commons gold dat het plaatsen zijn die in gemeenschappelijk beheer zijn. En gemeenschappelijk is iets anders dan in overheidsbezit of in particulier bezit, maar gedeeld beheer zijn. En waar iedereen vrijelijk gebruik van mag maken als hij zich aan de samen afgesproken regels houdt. Stap 3. Kunnen we niet gaan overwegen om commons te gaan stichten, moderne commons. En om die te laten ontstaan in nergensland, tussen de nazistaten in. Laten we kijken of we plaatsen kunnen creëren die in het gedeelde beheer zijn van vluchtelingen zelf. Dat kunnen virtuele ruimtes zijn, studieruimtes, universiteiten. Het kan ook gaan bijvoorbeeld om de toekenning van het recht om te mogen werken. En het kunnen starten bijvoorbeeld van kleine coöperatieve bedrijven op eigen initiatief. Maar het kan ook een stad zijn. Of zelfs een stadstaat die langzaam verrijst op de grens van Jordanië en Syrië. Op de plek waar nu het kamp Zaatari is. Zaatopia. Zaatopia is de common die ik als een stadstaat heb geschetst aan het einde van mijn essay. Een groeiende stad in gedeeld beheer van vluchtelingen met een grote mate van lokale autonomie, onder internationaal toezicht en met behoud en erkenning van de mensenrechten. Ik zal Zaatopia nu niet opnieuw schetsen en ik neem aan dat de verschillende sprekers daar wel hun zegje over willen doen. Tot slot. Judith Herzberg dichtte eens: iedereen verschaft zich problemen net niet te groot om overheen te kijken naar een onbereikbaar beter leven. En ik hoop dat we vanavond een beetje op onze tenen gaan staan. Dank u wel. Dankjewel. Mag je een paar dingen vragen ter verduidelijking misschien van wat jij gezegd hebt, wat je voorstelt? Je hebt het idee dat we er bij lange na niet komen hoe ruimhartig we ook zullen zijn voor het binnenlaten van vluchtelingen. Want dat het probleem groot is en nog groter wordt. Ja. Ja. Dus wat we ook zullen doen, dat is niet genoeg. Ja, kijk, als je de bereidheid van Europese samenlevingen op dit moment afzet tegen de aantallen vluchtelingen wereldwijd, dan zie je dat, ik bedoel, zelfs als mijn wensen uit zouden komen, en ik vind dat we in ieder geval wel een verdubbeling van het aantal vluchtelingen jaarlijks zouden kunnen hebben, dan nog zijn we er bij lange na niet.
En laat ik wel wezen, 65 miljoen vluchtelingen is natuurlijk een enigszins kunstmatige afbakening van het probleem. Waarom? Ik dacht, nou ja, kijk, ik hou de indeling aan van Betts en Collier. En die zeggen het onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten, dat zit in de psychologische drijfveer. Vluchtelingen hebben een haven nodig. Migranten zijn op zoek naar honeypots, naar kansen, perspectief. Voor de meeste mensen geldt natuurlijk een combinatie van beide motieven. He, is dat ze en hopen op een beter leven en reden hebben om bijvoorbeeld de honger te ontvluchten. In combinatie met een zekere vorm van onderdrukking. Dus eigenlijk gaat het nog om veel meer mensen. En dat betekent dat we... Kijk, ik denk dat wij niet in staat zijn, nog dat het wenselijk is om het bestaan van natiestaten te gaan heroverwegen. Elke keer als dat gebeurt, ontstaat er oorlog, revolutie, geweld. Maar dat betekent niet dat we wel zullen moeten gaan nadenken over het vinden van plaats voor zoveel mensen op drift. Ja, het is grappig dat je zegt, ik vind dat we dat systeem van natiestaten niet ter discussie moeten stellen. Huh? Maar aan de andere kant stel je natuurlijk ook voor om plekken te creëren. En ja. Wat ik heel aanlokkelijk ook weer aan jouw manier van denken vind, is dat je zegt, ja, dit is geen blauwdruk, maar een manier van denken. Dus ik begrijp ook dat, hè, dat is niet in één keer voor elkaar. Maar je zegt natuurlijk in feite wel, ja, dat systeem, daar zitten te veel mensen in nergens land tussen wal en schip op plekken waar de nationale staten niet bereid zijn om de mensenrechten te handhaven voor die mensen. En die groep is heel groot. Hè. Dus de consequentie daarvan is natuurlijk in feite ook wel, als je bijvoorbeeld zo'n plek zou stichten tussen twee natiestaten in, waar nogal wel eens flink gevochten wordt over die grenzen, hè, tussen Syrië en Libanon en zo, dat je daarmee iets begint wat dat systeem wel degelijk zou ondermijnen natuurlijk. Of juist versterkt. Dat in welke zou zin? Kunnen, want het zou natuurlijk ook gewoon tot de vorming van nieuwe stadstaten kunnen leiden. En dat historische proces kennen we. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk op termijn wel degelijk effect hebben. Waarom zeg ik vind niet dat we de natiestaten ter discussie moeten stellen. Dat zeg ik vooral omdat ik denk dat het ondergraven van het verlangen van mensen om zich beschermd te weten zo desastreus zal zijn dat het elke discussie over de bescherming van vluchtelingen fnuikt. Je helpt niemand ermee, uiteindelijk. Maar waarom zou je nou natiestaten ondergraven als je eigenlijk juist het bestaan ervan erkent, maar zegt, we hebben nieuwe plekken erbij nodig. En ik spreek niet voor niets van steden, omdat het dan in die gevallen om beperkt gebruik van de grond gaat. Waarbij je die je ofwel langzaam maar zeker erkent als nieuwe soevereine domeinen, of die langzaam maar zeker opgaan in de bestaande natiestaten. Want dat is natuurlijk ook best een perspectief op de lange termijn. Ja, dus wat je in feite zegt is, combineer het rechtse denken over opvang in de regio met het linkse denken over daadwerkelijk helpen van mensen die ontheemd en gevlucht zijn. Eww. Ik geloof niet dat opvang in de regio een rechts idee is. Zoals ik ook niet denk dat het helpen van mensen zuiver links is. En ik geloof dat precies deze tegenstellingen zo ontzettend desastreus zijn in het debat dat we moeten voeren. Ik vind het vluchtelingenvraagstuk niet een moreel probleem. Ik vind het een ordeningsvraagstuk. Het is een praktisch probleem waar we oplossingen voor moeten gaan zoeken. En de politieke tegenstellingen die we daarbij creëren, die zijn misschien gemakkelijk. Het is een krappaal. Weet je, we kunnen anderen voor van alles en nog wat, we kunnen ons erachter verschuilen, maar we dragen niet bij aan oplossingen. En ik vind eigenlijk dat we gewoon uit de schuttersputjes moeten komen. Want laten we wel wezen, we laten namelijk twee groepen mensen echt vreselijk in de steek. We laten de eigen bevolking en met name de meest kwetsbaren in de steek, want dat zijn namelijk de mensen die met name vluchtelingen opvangen. Het is in de wijken waar die kwetsbaar zijn, waar de mensen met de laagste inkomens, de laagste opleidingen en de grootste culturele variatie al wonen, waar de meeste vluchtelingen ook nog eens gehuisvest worden en hun leven moeten opbouwen. Dus daar drukt de last het zwaar. Dus het wordt het minst tegenovergesteld. Dus die groep laat je ook met dit gevecht vanuit de loopgraven in de steek. En de tweede zijn de vluchtelingen zelf. Af en toe heb ik het gevoel dat we ons mededogen afstellen op ons onvermogen. En dat we eigenlijk zeggen, ja, we kunnen er toch niks aan doen, dus laten we ook maar geen mededogen meer hebben met mensen. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. We hebben hier te maken met mensen die
in de meest barre omstandigheden, de meerderheid van die mensen is beneden de 18, hun eigen huis hebben moeten ontvluchten. En die, of wij ze dat nou in ons land kunnen bieden of niet, zoals Popper zegt, een recht hebben op hulp. Want anders ondergraven we namelijk een aantal van de waarden van onze eigen samenleving. Als we dat niet meer doen. Mm-hmm. En nog even terug naar dat nationale element. Hè. Dus je zegt, ja, je sticht nou stadstaten, hè, kleine gebieden. Ja. Maar die moeten natuurlijk afgestaan worden door die plekken. Ja. Dat kan Kenia zijn of Oeganda, ja, of Syrië of Libanon. Ja. Of, die moeten er afgestaan worden. Nou, dat is dat. Zoals je net zelf ook zegt. Het tornen aan grenzen van nationale staten zorgt vaak voor oorlog. Hè? Dus dat is, daar zit natuurlijk meteen dat gevaar. En anderzijds, zou je niet denken dat zulke soort, dat schets je zelf ook in je pamflet, hè, al eerder, dat zulke soort plekken uitgroeien tot oncontroleerbare jungles waar geweld gebroed wordt. Hè? Dus, dus hoe voorkom je dat? Want je maakt juist dat soort plekken dan en dan maak je die broedplaatsen misschien. Ja. Het zijn allemaal heel reële gevaren. En nogmaals, het is geen blauwdruk. En ik heb ook heel veel antwoorden niet. Maar laat ik een paar dingen wel proberen te zeggen. 1. De kampen die daar nu op die plekken staan, drukken heel zwaar op de lokale en regionale economieën. Die landen gaan er bijna failliet aan. Het is bovendien ook voor de internationale gemeenschap een heel duur systeem. Omdat het betekent dat er over de hele wereld dekens, medicijnen, eten verscheept moet gaan worden. Wat daar uitgereikt wordt aan mensen. Weet je, het is niet gratis. 2. Ik denk niet dat landen definitief grond moeten afstaan. Ik denk, het voorstel dat ik doe, is om het voor een bepaalde periode te verpachten. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het Amsterdams pachtsysteem om internationaal toe te gaan passen. Waarbij je zegt dat je bijvoorbeeld voor een periode van 100 jaar, noem maar eens iets, dat werd volgens mij in het Amsterdams pachtsysteem ook gebruikt, dat soort periodes, een grond van 200 vierkante kilometer verpacht. En vervolgens ga je met de staat en je praat met de staat en je verpacht het aan een internationaal consortium. Dat is mijn voorstel. Van Verenigde Naties, landen, bedrijven, noem maar op, die zich ook gebonden hebben. Dus die ook als een common opereren aan een systeem van eigen regels. En dat doe je En je bent daarover vanzelfsprekend in gesprek. Dan vraag ik me af of bijvoorbeeld een land als Jordanië niet ook de voordelen daarvan zou kunnen zien. Want het betekent namelijk dat de economie misschien weer kan gaan bloeien. Het betekent dat er uitwisseling kan gaan zijn. Er verkeren vaak hoogopgeleide mensen in die kampen die niets mogen doen. Er zitten artsen tussen die kunnen gaan bijdragen aan de samenleving. Waarom zou je niet een perspectief, maar dat zou je moeten gaan berekenen, kunnen gaan schetsen waarin je eigenlijk ook kan laten zien dat er voordelen zitten in het scheppen van dit soort zelfvoorzienende gemeenschappen. Ja, ja. En zo zijn er natuurlijk duizenden praktische vragen en nogmaals, daar heb je helemaal niet. Oh ja, dat geweldsmonopolie is ook nog een dingetje, ja. Ja. Ja, dat is een dingetje. Ja. Nou ja, het voorstel dat ik doe, dat is dat onder leiding van de Verenigde Naties er mensen opgeleid gaan worden om het geweldsmonopolie zelf te gaan beheren. Weet je wel, politietrainers en zo, die hebben we ook wel eens in andere situaties. Missies in landen waar dat nodig is, ja. Ja, ja. Ja, ja, er zijn goede en slechte ervaringen mee, zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk mensen te helpen om een eigen rechtsapparaat op te bouwen, dat dan over te doen onder een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de grond in publiek gedeeld beheer blijft. Een ander is dat de mensenrechten gevolgd worden. En als er sprake is van een werkelijk schenden van die voorwaarden, en ik had er nog een aantal, dan heeft de internationale gemeenschap de bevoegdheid om in te grijpen. Maar die bevoegdheid wordt getoetst, heb ik ook in het leven geroepen, door een internationaal tribunaal van rechters. Die vooraf zit en achteraf. Maar of in de buurt. Ja. Maar er is, ik bedoel maar te zeggen, er zijn procedurele rechtsstatelijke oplossingen te verzinnen voor dit soort problemen. Ik neem ze daarmee niet weg, maar het zou toch aardig zijn als we er eens over na gingen denken. Ja, ja. Je hebt natuurlijk ook allerlei voorbeelden uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld zoals Hongkong, dat is geleased, 200 ging er terug, 200 jaar. Is wel een heel koloniaal voorbeeld. Hè? Ja. Dus daar zitten ook weer haken en ogen aan. Ja. Maar goed, dank voor je toelichting. Dank voor de inleiding ook. En we hebben een aantal mensen gevraagd om hierop te reageren. Dankjewel, Femke Halsema.
Als eerste hebben we Kiza Magendaan gevraagd om te reageren. Hartelijk welkom, Kiza, student politicologie. Publicist, schreef bijvoorbeeld columns voor de Volkskrant en is gevraagd om als eerste te reageren op wat er geschreven en gehoord is. Hij kan niet lager, hè? Nee. Dat zei op zo'n Hollandse mat. Ja. Anyway, dankjewel. Ik was deze week essay van Femke. Ik woon in Amsterdam-West, bij Kinkerstraat, een hele geprivilegeerde buurt. En ik was in de koffiecompagnie met een MacBook. En ik was een essay aan het lezen en ik dacht bij mezelf, in het Nederlands, wat is van deze vluchteling overgebleven? En vanavond praten we over utopie. En om te beginnen, misschien is het niet heel verrassend. Ik denk dat Femke Halsema gewoon een punt heeft. Een heel goed punt zelfs, wat, als het aan mij ligt. Maar even los van haar utopische schets, even de kern van haar betoog vangen. Wij kunnen niet worden verplicht om vluchtelingen in ons huis en onze gemeenschappen te nemen. En wij mogen onszelf altijd beschermen tegen gevaar. Op ons rust wel een plicht om mensen in nood te helpen. Is het niet door hen te verwelkomen dan wel door hen elders veiligheid en perspectief te bieden. Ik denk dat ze dat zo'n beetje net heeft uitgelegd en mensen kunnen het essay lezen. Nergens land is in mijn perspectief een aangrijpend essay waarin Halsema Poppers analyse voor een open samenleving als een kapstok gebruikt om haar eigen visie op het vluchtelingenvraagstuk te steunen. Wat ik zelf sterk vond aan de analyse is dat Halsema de subsidiariteit principe gebruikt. Dat doet ze impliciet. Ze analyseert verschillende aspecten van het vluchtelingenvraagstuk op lokale, nationale en internationale niveau. Waar dan ook ter wereld, menswaardigheid moet boven alles prevaleren, dat betoogt zij. Het hoogtepunt van het essay vond ik toch hoofdstuk 13, waarin zij, gesteund door utopische denkers, die zij ook net heeft genoemd, een utopische vergezicht durft te schetsen. De possibilist Halsema weet de lezer, mij in het bijzonder, in dit hoofdstuk enorm op te vinden. De reden van mijn opvinding hangt samen met mijn standplaatsgebondenheid. Ik ben zelf in een vluchtelingkamp gewoond, of nergens lang. Ik ben niet als uitgenodigde vluchteling naar Nederland gekomen. En vandaag hoor ik dat het nieuwe kabinet het aantal gaat verhogen. En wat Halsema betreft mag het nog hoger. Hoe neutraal ik ook zou willen zijn, het gesprek over het lood van vluchtelingen heeft emotionele impact op mij. Ik kon mijn kritische reflex daarom niet bedwingen toen Halsema mij in haar droomwereld bracht, waarin een vluchteling kan als een paradijselijke stad wordt geschilderd. Zo heb ik het tenminste geweten. Ziet zij de keerzijde van haar model niet dan? Dat vroeg ik mij af. Maar gelukkig kon ik op een afstand nog een keer herlezen en in nergens land zag ik een geluid van iemand die in twijfel gelooft. Een radicale twijfel aan de status quo. En daarom noemde ik haar een possibilist. Wat zij betoogt is met weinig inspanningen snel realiseerbaar. Het is heel dichtbij dan we denken. Dat heb ik in ieder geval ontdekt. Mocht zij daarom, dames en heren, de nieuwe burgemeester van Amsterdam worden, of de baas van UNHCR, misschien dat zij dan via de zogenaamde Global Parliament of Mayors, Brecht heeft een documentaire over gemaakt, of of wie het aan ANCR voor dit plan lobbyen, want het is een serieuze, realistische plan, zonder grap. Dat over Globus Meja, de burgemeester van Amsterdam, was een grapje, dat snap jullie. Maar even dat utopische vergezicht verlaten en terug naar Nederland gaan. Er is een foto van mij. Oké, dat is in Nijmegen. Waar deze foto achter mij is opgenomen. Wat u daar ziet is een Kiza Magendane met een hele blij gezicht. Ik was blijer dan ik nu ben.
Ik kreeg op dat moment net te horen dat ik democratisch ben verkozen tot het bestuur van een politieke jongerenorganisatie. Om reclamereden ga ik niet noemen welke club het is. Het is 2012 en via een zinderende politieke strijd van vier kandidaten behoor ik tot de drie winnaars. Het is een historische moment, een historische foto van een historische moment. Want in die 5 jaar dat ik toen in Nederland woonde, slaagde ik erin om het hoogste mogelijke vorm van burgerlijke participatie te realiseren, namelijk politieke participatie. Maar het is ook een tragisch moment. En helaas kan je dat niet in deze foto lezen, want kort na mijn overweldigende overwinning las ik via mijn telefoonscherm dat de stad Goma, ten oosten van Congo, door rebelgroepen M23 is overgenomen. In de jaren dat ik als vluchteling in Tanzania woonde en in Nederland ook woonde, heb ik geprobeerd om Congo zoveel mogelijk achter mij te laten. Ik heb geprobeerd om mijn hoop zoveel mogelijk op Nederland te vestigen. Hier zou ik een nieuwe thuis vestigen. Daarom was ik politiek actief geworden. Dus te bijzonder dat ik mezelf in verdriet betrapte toen ik het nieuws over Congo hoorde. Mocht ik voor even de overwinning niet vieren, vroeg ik mij af. En het is een vraag waar ik nog steeds geen antwoord op heb. Het is daarom belangrijk om te onderstrepen dat partijgenoten van deze politieke jongerenorganisatie mij nooit als een vluchteling hebben gezien. Ik had wellicht een accent. Ik was wellicht een van de weinige donkere jongeren in de kring. Maar wat mij met hen verbond was onze droom en ambitie voor Nederland. Voor die jongeren was ik nooit een vluchteling. Ik was een Nederlander die tot het bestuur van een vereniging met een rijke geschiedenis en traditie mocht behoren. Mijn ervaring en die foto is exemplarisch voor duizenden jongeren die alles hebben verlaten en toch erin slaagden om een nieuwe bestaan op te bouwen. Vaak omdat ze vol levenslust zitten en hard werken. Maar vaak ook omdat de ontvangende samenleving voorbij het hokje vluchteling en de daarbij horende stigma kijken. Met de menselijkheid vormt de basis voor een geslaagde integratie van nieuwkomers in Nederland. Daarom probeer ik altijd voor de gelegenheid als deze vanavond, als het kan, vanuit mijn eigen ervaring gebruiken om te benadrukken dat ondanks mijn inzet zonder barmhartige Nederlanders ik nooit mijn weg in Nederland had gevonden. Zonder jonge Nederlanders die mij met mijn gebreken accepteerden, docenten die mij vertrouwen gaven om het VWO te doen, ondanks mijn taalbeperking, zonder al die Nederlanders die ondanks tientallen mislukkingen mij nog steeds een kans gaven, zonder die mensen had ik niet voor u vanavond gestaan. Dit geldt niet alleen voor mij, maar ook voor al die duizenden andere voormalige vluchtelingen die in Nederland ook dat thuis hebben gebouwd. Het is op basis van mijn ervaring wel eens de vraag gesteld. Het is op basis van deze ervaring dat ik wel eens heb gesteld: de overheid biedt geen liefde, maar mensen wel. Dat was weer voor een mooie VPRO-documentaire van Brechtje, Gimme a Shelter. En ik ontdekte dat Femke Halsema helaas daar heel anders over denkt in haar essay. Zij gelooft dat als het gaat om vluchtelingenvraagstuk, denkers van het midden zich achter het vage onderscheid tussen burger en mensenrechten. Ik citeer: het privatiseren van mededogen is strijdig met het ideaal van een open samenleving, waarin met de menselijke waardigheid en vrijheid van het individu boven groepsbelangen en belangen van komende generatie wordt geschetst, stelt zij. Jury, kijk naar mij, heb ik nog tijd? Oh, dankjewel. Op 16 september, jongsleden, stelde ik het volgende op mijn Twitter: onze generatie staat voor de vraag, hoe geven wij invulling aan mondiale solidariteit?
De tijd van verkeerde leiders die ons vertellen dat geografie bepaalt welke visie van humaniteit en waardigheid je moet krijgen, is voorbij. Ik zat op een preekstoel. En zij die om arbitraire zaken als geografie overstijgen. Wij hebben leiders nodig die ons de weg naar nieuwe mondiale solidariteit wijzen. Waar wij goed voor de natuur en voor de medemens zorgen. Elkaar lief hebben. Waar het geluk van de ene samenhangt met de vreugde van de ander. Dit is de cruciale opdracht van onze tijd. Laat u anders niet wijsmaken. Op basis van haar essay geloof ik dat Halsema het eens is met wat ik zojuist citeerde. Maar verrassend genoeg is zij nogal mild in haar utopisch denken. Zij geeft toe aan het feit dat wij conflicten niet meteen uit de wereld kunnen uitroeien. Het is haar ideaal, maar ze denkt dat het niet gaat gebeuren. Maar haar voorstel voor haar utopische vluchtelingenstad zegt eigenlijk dat wij ons aan het onrechtvaardige mondiaal systeem moeten aanpassen en het leven van een vluchteling om het leven van vluchtelingen beter te maken. Een utopische stad waar vluchtelingen naartoe kunnen, is in mijn ogen een vorm van isolement. Vanuit met de menselijkheid zou het logischer zijn om mensen te ontvangen in plaats van een aparte vluchtelingenpaspoort te geven, zoals ik daar ontvangen was. Daarom heb ik een ander eerder wel eens voorgesteld om vluchtelingen te adopteren. Daarnaast gaat Halsema verrassend mee met een conservatieve blik op bestaande nationale grens, à la Paul Scheffer, wat net ook werd geschetst. Wat haar betreft hoeft niet getornd te worden aan het huidige systeem van nazistaten. Dat is vreemd voor iemand die utopisch wil denken. Huidige nationale grenzen zijn gebaseerd op 17e eeuw Europees model, ontworpen na de Vrede van Westfalen. Ze zijn vervolgens versterkt met een koloniale project dat ook een Europese project was. Wellicht dat Halsema met Popper naar achterhoofd bang was voor dystopie. Misschien dat zij daarom met een technocratische oplossing in haar essay komt, wat ze net schetst. Het is een managementvraagstuk. Maar in mijn perspectief moeten wij te alle tijden kritisch zijn, kritisch reflecteren op bestaande grenzen. Ja, ik zal even Henk van Houtum citeren uit de Groene Amsterdammer van 4 november 1998, waarin zij deze noodzakelijke bevraging van grenzen formuleert. Er is geen samenleving, citeer ik, die in haar huidige ruimtelijke vorm met de huidige burgers en nationale identiteit het eeuwige leven heeft. Dus, er is geen muur die niet zal vallen. Dat besef is cruciaal voor het nadenken over wijzen van grenzen. Het maakt duidelijk dat niet gefixeerde grenzen en identiteiten de constante zijn in de politieke geschiedenis, maar niet de constante, maar de verschuiving ervan. Juist omdat grenzen tussen menselijke tegelijkertijd onvermijdelijk en onwaar zijn. Er per definitie tegenreactie provoceren vraagt de eigen grens om permanente morele introspectie. Ik kom aan het eind van mijn betoog. Met andere woorden, het is onvermijdelijk om die fundamentele vraag te blijven stellen. Waarom is artificiële geografie nou zo heilig in het type burgers die er mogen zijn? Dat is een moeilijke vraag om in de kroeg of proefschrift uitgebreid te bespreken. Het echte verhaal dat ik vanavond met u wil delen is dat ik het antwoord op die vraag niet heb. Misschien ligt het aan mijn leeftijd, ik moet nog groeien, of levenservaring, of de linkse indoctrinatie van de UvA, waar ik politicologie heb gestudeerd. Dank u wel, Sarah de Lange, van de indoctrinatie. Maar ik merk dat ik in het gesprek over het vluchtelingenvraagstuk mij in het midden gevangen voel. Aan de linkerkant zie ik progressieve vrienden die voor die open samenleving zijn en bereid zijn om vluchtelingen naar Nederland te halen. Morele hipsters, zoals ik ze noem, voor wie het NRC van afgelopen weekend niet heeft gelezen.
Deze mensen zijn mijn bondgenoten, want het is door die open, soms paternalistische houding dat ik de verworvenheden van deze land heb gebruikt om de beste versie van mezelf te worden. Maar ik maak mij ook zorgen. Zorgen over de bekrompenheid waarmee de winnaars van globalisering met hun skills en hoogopgeleidingen neerkijken op Nederlanders die zich zorgen maken of een andere politieke overtuiging hebben. Ik was als verslaggever bij een meet-up van Jesse Klaver, waarin ik ook Femke tegenkwam. En een meisje zei letterlijk tegen mij, ik voel mij verheven boven hen. Ze had het over PVV-stemmers. Mensen die soms vanuit angst reageren. Ik ben het eens met Halsema's zij betoogt dat angst geen basis mag vormen voor onze politieke handeling. Maar heel persoonlijk worstel ik met de vraag of de politieke mening van mijn progressieve bubbel superieur is ten opzichte van mijn conservatieve landgenoten. En de volgende spreker die heeft allerlei onderzoeken daarna gedaan. In die conservatieve kringen, en nu ga ik het verklappen, waar ik zelf bestuurslid van een politieke jongerenorganisatie werd, ik ben nu 4 weggelopen, heeft men niets tegen vluchtelingen. In ieder geval niks tegen mij. Dank jullie wel. Hartelijk dank, Kiza Magendane, voor deze reactie, deze scherpzinnige en uitgebreide reactie. Hartelijk dank. Als tweede hebben we gevraagd om te reageren op Femke Halsema, Armen Hakverdian. Hij is inderdaad universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en in de politicologie. Hartelijk welkom en aan jou het woord. Onder andere misschien ook bekend van het blog Stuk Rood Vlees, waar jij regelmatig je mening geeft. Maar hier als meer gevraagd als politicoloog. Hartelijk welkom. Goedenavond. Zoals u merkt aan mijn stem ben ik hopeloos verkouden. Dus ik hoop niet dat halverwege ik uitval. Het is voor mij groot genoeg om hier te zijn. De opdracht was niet eenvoudig. Het is namelijk niet eenvoudig om kritiek te formuleren op een utopisch vergezicht. De kritiek neemt namelijk al gauw de vorm aan van, maar dat kan toch helemaal niet. Het is een beetje alsof je Game of Thrones kijkt. En omdat je dat een slechte serie vindt omdat er zombies en draken in voorkomen. Zombies en draken bestaan nou eenmaal niet, ze zijn ongeloofwaardig. Maar een eerlijke kritiek moet volgens mij opereren binnen de parameters die de auteur zelf schetst. He, dus neem nou Game of Thrones in het afgelopen seizoen. We weten dat die zombies niet tegen water kunnen. He, dat wordt ons gezegd, daarover te steggelen heeft geen zin. Maar hoe kunnen ze dan toch die draak uit dat meer vissen? Vraag ik me dan af. Dat klopt dan niet. Even kijken. Dat is dus intern niet consistent. Nou, wanneer het gaat over fantasy of science fiction of over utopische vergezichten, vind ik dat je wel intern consistent moet zijn. En het is op dit punt dat Nergens Land een beetje aan mij begon te knagen tijdens het lezen. Het betoog van Femke leunt op twee premissen die zij uiteenzet in hoofdstuk 10 en waar ze ook bij haar interview bijvoorbeeld in Buitenhof veelvuldig naar verwees, of tenminste daar begon ze mee. Ten eerste is het onhaalbaar om die oorzaken van de vluchtelingenstroom weg te nemen. Okay? Zaken als oorlog, repressie, genocide, terrorisme, milieurampen, die zullen in de wereld van Nergensland altijd bestaan. Dat betekent dat ook in Nergensland er iets bestaat als een koloniaal verleden. Er zijn proxyoorlogen, er is oneerlijke handel. Ten tweede is het volgens Femke niet net zo onhaalbaar, dat werd al meerdere keren gezegd, om die 65 miljoen vluchtelingen sneller en in grotere getalen op te nemen in veilige, welvarende landen als Nederland. Daarvoor wordt de opvang van asielzoekers te veel als een ontwrichting gezien. En de politieke wil ontbreekt om er coulant mee om te gaan. Dat zijn de twee premissen. Kortom, in de wereld van Nergensland kunnen vluchtelingen niet terug naar huis.
Maar ze zijn ook niet welkom in Europa en Amerika. Om een menswaardig bestaan op te bouwen. Dus ze zitten met honderdduizenden tegelijk gevangen in gigantische vluchtelingenkampen. Zoals dus Zaatari op de grens van Syrië en Jordanië. Kakuma in Noord-Kenia. Dabaab bij de Keniaanse grens met Somalië. Ik las afgelopen week dat er in Bangladesh 800.000 Rohingya zullen worden opgevangen in een vluchtelingenkamp, tentenkamp, hoe dan ook. Een stad, of in ieder geval een hoeveelheid mensen ter grootte van Amsterdam. Femke zoekt naar een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk. En die zoekt zij in het omvormen van dit soort kampen in zichzelf regulerende en in stand houdende stadstaten. In de climax van het essay, waar Kiza ook aan haar verwees, wordt het dagelijks leven in de stadstaat Zatopia beschreven in het jaar 2022. Dus dat is vrij rap. Ja. Slechts 5 jaar in de toekomst. De naam Zatopia is trouwens een portmanteau van Utopia en het bestaande kamp Zaatari. Ik vind het een erg aantrekkelijke stelfiguur. Het is prachtig geschreven omdat je je dus meteen in die wereld waant. Om u een voorbeeld te geven, de Semke schrijft bijvoorbeeld: grenzend aan het belangrijkste plein van de stad vind je een nieuw ziekenhuis dat snel naam maakt in de regio. Uit heel Jordanië reizen mensen inmiddels naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen door lokale vluchtelingartsen. Misschien wel mijn favoriete passage. Naast het gebouw van het bestuur bevindt zich de bibliotheek met studieruimten en collegezalen. Vanuit Harvard, Oxford, Parijs en Amsterdam worden colleges gestreamd die samen in de collegezalen en afzonderlijk kunnen worden bekeken. Nou, je weet dat je te maken hebt met een utopie wanneer Amsterdam in één adem wordt genoemd met Harvard en Oxford. Dat is fantastisch voor mij als UvA-politicoloog. De parabel van Zatopia is optimistisch en hoopgevend. Maar de aanloop ernaar is dat allerminst. Er is nauwelijks ruimte voor optimisme in de lange aanloop naar de utopie. Zoals ik net al zei, de wereld van Zatopia is dezelfde wereld waarin u en ik nu leven. En ik wilde gebruik maken van dezelfde stijlfiguur en korte dagelijks leven schetsen in zo'n stadstaat, maar dan binnen de parameters die Femke in die aanloop heeft beschreven. En waar ik zojuist naar verwees. Dus we leven dus in 2022. In het droge, onvruchtbare gebied op de grens tussen Syrië en Jordanië verrijst een stad. Zo begon Femke ook. Zaatari was een van de 5 vluchtelingenkampen dat een status aparte kreeg onder het Utopia-project van de Verenigde Naties. Direct na de aankondiging van het Utopia-project komen in de regio grote vluchtelingenstromen op gang. Honderdduizenden ontheemden, voornamelijk vrouwen en kinderen, verdringen zich om toegang te krijgen tot de stad. Al gauw ontstaan op straat en op de publieke pleinen kleine kampjes van onofficiële bewoners met alle bijkomende problemen van dien. De universiteitsbibliotheek wordt door het bestuur omgevormd tot nieuwe woningen voor de groeiende aanwas. Uitwisseling studenten en medewerkers van vermaarde universiteiten als Harvard, Oxford en de UvA keren vroegtijdig naar huis. De inwoners van Zaatari merken van dit laatste niet bijster veel. Er was vanaf het begin namelijk vooral vraag en behoefte naar primair en secundair onderwijs. De sporthal en het theater wachten helaas hetzelfde lot als de bibliotheek. Uiteindelijk besluiten de bewoners van Zatopia in een referendum om nieuwe aanvragen voor officieel burgerschap van de stad voor onbepaalde tijd op te schorten. Het gemeentebestuur ziet zich genoodzaakt een fysieke muur van 4 meter hoog te bouwen rondom de stad. Zaatari gaat op slot. Buiten de stad ontstaat een nieuw tentenkamp. Een reusachtige provisorische wachtkamer waar honderdduizenden tevergeefs wachten op toelating. Ze kunnen niet terug naar huis, ze mogen niet doorreizen naar Europa of Amerika en het Utopia-project zit vol. Zij zijn de bewoners van helemaal nergens land. Ondanks een aanvankelijke bereidheid van publieke en private actoren om te investeren in het Utopia-project, kampt Zaatari vanaf het begin met financiële tekorten. De in 2020 herkozen Amerikaanse president Donald Trump. Nu wordt het echt duister. Ja. Houdt voet bij stuk en bezuinigt flink op de Amerikaanse bijdrage aan de Verenigde Naties. Door het uitbreken van een nieuwe Europese schuldencrisis en een verdere ruk naar rechts van het Europese electoraat gaat de geldkraan verder dicht. Thierry Baudet, de minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet
in het kabinet Rutte 6 houdt een pleidooi in de VN-veiligheidsraad om het cultuurmarxistische Utopia-project stop te zetten. Zittend op schoot bij de Russische ambassadeur. De officiële bewoners krijgen vanaf het begin een universeel basisinkomen, een eenvoudige wooncontainer en een lap grond toegewezen. Er worden vouchers verstrekt die toegang geven tot onderwijs en gezondheidszorg. Door de financiële problemen ziet het gemeentebestuur zich genoodzaakt tekort op het basisinkomen. Ondanks de beste wil van de wereld lukt het niet om in de woestijn het waterbeheer en irrigatie op poten te krijgen met grote voedselschaarste tot gevolg. Er ontstaat al snel een zwarte markt waarin bewoners hun zorgvouchers verkopen om rond te kunnen komen. Nou, ik heb niet de tijd om deze afschuwelijke dystopie verder uit te werken. Maar volgens mij is deze gang van zaken min of meer even waarschijnlijk als de utopie die wordt geschetst. Helemaal dus als je die aanloop naar de utopie serieus neemt. Ik heb bovendien niet al te zwartgallig willen worden, want het wordt echt heel snel heel duister als je over dit soort dingen nadenkt, hoor. Want als je die rapporten leest over misstanden in die vluchtelingenkampen, en dat gaat ook over ambtsdragers en dat gaat over VN-blauwhelmen. En wanneer je ziet wat voor situaties dat tot gevolg kan hebben, wanneer je ontzettend kwetsbare populaties, getraumatiseerde vluchtelingen hebt, dan lopen de rillingen over je lijf. Nergensland speelt zich niet af in een wereld uit een lied van John Lennon, waar religie en bezit en afgunst en honger niet bestaan en een mens in vrede samenleven. 65 miljoen vluchtelingen bevinden zich tussen wal en schip, omdat zowel aan wal als op het schip die zaken juist wel bestaan. Dezelfde factoren die het vluchtelingenvraagstuk zogenaamd onoplosbaar maken, zitten ook het succes van Zatopia in de weg. Of anders gezegd, in een wereld waar Zatopia kan bestaan en floreren, zou er geen noodzaak zijn voor een plek als Zatopia. En net als bij die zwemmende zombies in Game of Thrones wringt er iets in het betoog. En in dat opzicht ben ik het eens met Kiza dat we dan misschien toch, hoe pijnlijk het ook is, die premissen weer aan de kaak moeten stellen. Dat heeft hij net beter gedaan dan ik nu zou kunnen. Ik zou persoonlijk niets liever willen dan Femke's antigif tegen cynisme, zoals je dat zelf noemt, om dat te omarmen. Maar ik ben bang dat het utopische vergezicht in de praktijk niet veel meer kan zijn dan een piepklein rubberen bootje dat doelloos dobbert tussen wal en schip. Tenzij we dus echt de problemen aan wal en op dat schip durven aan te kaarten. Hoe pijnlijk onze rol daarin misschien ook zou mogen zijn. Maar misschien is dat rubberbootje wel het hoogst haalbare. Dank u wel. Dank Armin Hakverdian voor deze dystopische utopie. Deze reflectie op het tegengif tegen het cynisch denken. We komen hier misschien zo nog wel weer even op terug. Hartelijk dank. Ik wil even verder praten met Kizan Magandaan en Armin Hakverdian. Als jullie hier bij deze twee microfoons zouden willen komen zitten. Een paar dingen even over de intelligente uiteenzettingen, bezwaren en opmerkingen die jullie hadden bij het essay van Femke. Armin, jij zei eigenlijk aan het eind, zei ja, ik ben bang dat het niet anders is dan een rubberen bootje tussen het wal en het schip van de. En misschien is dat rubberen bootje niet meer dan er kan. En je zei ook, het essay is een antidotum tegen cynisch denken. En ja, zei in feite ook wel, ik ben wel cynisch natuurlijk. Hè? Ja. En is het enige wat we kunnen doen dan eigenlijk toch? Is dat wat je aan het eind zei? Of meen ik dat te horen? Of leg ik dat erin? Of is er niet meer mogelijk dan dat? Ja, ik merkte dat dat het heel erg van me tegenviel, van mij persoonlijk tegenviel, dat ik er zo cynisch over was toen ik het las. Dus dat is wel in die zin. Ik raad iedereen aan om het essay te lezen, hoor. Dus, maar ik merkte bij mezelf dat ik heel cynisch werd over het hele vraagstuk überhaupt. En dat ik uiteindelijk, ja, wat ik probeerde uiteen te zetten... de stadstaten binnen de kaders van het betoog zouden marginale upgrades zijn, denk ik, voor de huidige kampen.
binnen wat ik mogelijk acht. En als dat zo is, dan is het een verbetering ten opzichte van wat er nu bestaat. En misschien moeten we tevreden zijn met iedere vorm van verbetering, dat zou je kunnen zeggen. Wellicht worden daar duizenden levens door gered, of misschien wel meer, uiteraard. Maar dan weet ik niet of dat dan utopisch is. Of misschien is het probleem zo hardnekkig en zo uitzichtsloos dat zelfs een marginale verbetering al een utopie is. Ja, dat ja. Maar voor oplossingen moet je niet bij mij zijn. En ik geef het ook meteen toe. Want Femke heeft absoluut gelijk wanneer ze zegt: ik hou hier aan vast tot er een alternatief komt. Het is ook heel vervelend om kritiek te moeten leveren op iemand die zo bescheiden is. Want je geeft zelf toe, het is geen blauwdruk. En er zit allerlei losse eindjes aan en wat dan ook. Maar de oplossingen, ja, als u het weet. Nee, het is absoluut ook niet fair om te zeggen, ja, ik heb ze ook niet, maar ik ben geïnteresseerd in de problemen die jij ziet, hè, daarin, ja. en de mogelijkheden of onmogelijkheden. Ja. Dus, en je zegt ook, ja, wellicht betekent dat, dus als je dat doordenkt, en ik denk overigens dat jullie met elkaar delen, dat het dus een enorm probleem is. Hè, de vraag is alleen, moet je daar dus iets aan, hè, gaan doen, weinig of veel? Hè? Maar ik geloof dat die analyse natuurlijk wel door jullie beiden gedeeld wordt. Maar jij zegt, ja, misschien betekent dat wel dat we dus echt veel verder moeten denken en dus al die aannames van nationale staten en moeten loslaten. Is dat eigenlijk de consequentie daarvan om over dat cynisme heen te kunnen komen? Ja, nou ja, kijk, een van die twee, wat ik dan die premissen noem, is dat bijvoorbeeld de opvang hier op verzet stuit. En Femke zegt net terecht, ja, dat de opvang van asielzoekers is in Nederland op de rekening, of tenminste de rekening wordt gepresenteerd aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Ja, dat zei ze eerder vanavond, ja. Dat zei je eerder vanavond, ja. En daar ben ik het mee eens. Maar voor mij, ik zou zeggen, voordat we utopisch gaan nadenken, dit is voor mij niet een probleem dat niet opgelost kan worden, of dat niet aangekaart kan worden, of waarom het in hemelsnaam zo moet zijn dat grote asielzoekerscentra in Nederland in kleine rurale gebieden moeten worden geplaatst. Laten we eerst eens kijken bij dat soort, laten we zeggen, knelpunten bij een van die twee premissen voordat we. Dus ik denk dat er. Kisa die had het over geografische gebondenheid en het opheffen van grenzen. En je zei ook terecht dat wellicht leidt tot dystopieën. Dat het leidt tot oorlogen en afschuwelijke toestanden. Maar een aantal van die zaken die hoeven niet gigantische grote verbeteringen of gigantische projecten te zijn. Zoiets als een slimmere opvang, zodat niet de kwetsbaarste groepen de rekening daarvoor betalen en ook gemobiliseerd worden en misbruik gemaakt wordt van hun kwetsbaarheid. Vind ik niet een enorm vergezicht. Nee, begin wat meer hier en wat praktischer zou jij dan denken. Maar dus denk ik wel wat Popper ook zou zeggen. Gewoon kleine piecemeal trial and error dingetjes doen totdat je iets vindt. Mm-hmm. Kisa, jij zei onder andere, zei ja, dat geloof in een groot maakbaar project. Dat was ook wel een beetje natuurlijk waar Armen op wees, hè, met de Verenigde Naties, die misschien ook wel. Maar je haakte onder andere in op het privatiseren van barmhartigheid is geen goede zaak. Maar jij zegt juist, het is, als ik je goed begrijp, ontzettend belangrijk om dat tussen, en heb niet zoveel vertrouwen in grote organisaties, maar doe het tussen mensen. Maar ja, dat sloeg aan op een analyse in het essay waarin Anker Smit wordt gehaald door PvdA, ja, ideoloog, die dus onderscheid maakt tussen privé en private moraal. En wat hen betreft moeten wij in het belang van Nederland denken. En dit vraagstuk is in die zin wat hen betreft ook, ja, de overheid is niet per se verplicht om op te komen voor vluchtelingen. Ja, zoals jullie hebben kunnen merken, ik ben er niet uitgedacht. Maar op basis van mijn eigen ervaring weet ik dat het veel makkelijker is als, ja, dit zich afspeelt in het privé domein. We kunnen
niet van de overheid verwachten, los van een praktische oplossingen, beleidsmatig, maar mede door publiek maken, dat lijkt mij een lastige zaak. Maar ja, ik merk ook dat ik heel kritisch op het ESE was. Ik heb weinig lovends gezegd, naar mijn gevoel. Maar ik denk serieus dat het een realistische oplossing is, wat wordt geschetst. Het is misschien een antidote tegen cynisme, maar ik noem de auteur, als ze maar niet voor niks, een possibilist. Ik denk dat zij gewoon denkt van er is een probleem, daar moeten wij wat aan doen. Mm-hmm. En zij is nogal best wel voorzichtig met de kaders die we hebben, internationaal juridisch gezien. Daarin handelt zij en haar utopische vluchtelingkamp is met een paar politieke keuzes realistisch. Jij vindt dat eigenlijk vooral praktisch, inderdaad. Ja, dat zei ze ook zelf. Dat het een managementvraagstuk is. Mm-hmm. En zoals ze het schetst, is het een kwestie van regelen, financiën mobiliseren, fietsen worden gedoneerd, colleges worden gegeven via MOOCs. Dus het zijn geen grote vergezichten. Het zijn niet eens zulke heel grote vergezichten. Het is vrij realistisch, zeg je eigenlijk. Ja, en de twee premisses, de twee vergezichten die waar ze niet aan durft te tornen, dat zijn de moeilijkste gesprekken van nu. Mm-hmm. Waarom is die geografische afbakening nou zo heilig? Ja, daar zijn jullie het eigenlijk ook wel eens, geloof ik. Dat misschien gaat dat veel verder, zeg maar, in ieder geval de problematiek dan Femke Halsema hier schetst. Of de oplossingen daarvoor. Veel fundamenteler. Ja, dat zijn de grote dilemma's van de tijd. Dat mm-hmm. zijn zaken als klimaatverandering. Dat zijn zaken als armoede. Dat is de inrichting van het economische stelsel. Dat zijn oorlogen, repressie. Gewoon echt extreem grote processen met macro-historische wortels ook. Die ten grondslag. Ik denk het wel. Nou ja, goed, ja. Ja. Maar het is inderdaad een management kwestie met waar je met geld een hoop kunt bereiken. Maar ik vraag me af hoeveel geld er nodig moet zijn om die vluchtelingenkampen qua infrastructuur, qua riolering bijvoorbeeld, qua van tentenkampen om er publieke voorzieningen, publieke gebouwen van te maken. En niet in één kamp, maar in een paar. Hoeveel kampen heb je nodig om 65 miljoen mensen op te vangen? En hoeveel Rutte 6 en Trump 2? Nee, goed, dus zoals ik al begon, het is heel moeilijk om op een utopie kritiek te leveren. En om dan te komen met een of andere begroting van het kan niet. Maar ergens is een utopie nuttig op het moment dat die enigszins wel haalbaar is. Precies. Dus dat is een onmogelijke spanning die ertussen zit. Laatste opmerking. Ja, je noemde net Rutte 6, Baudet 2, weet ik veel. Maar het punt is wel dat het is ook een politieke vraagstuk. Het is niet louter een technocratische vraagstuk. En daarom mijn voorstelling ook in het publieke debat is iedere mening even waard. Ik heb wel eens gesteld dat mensen aan de linkerkant van de samenleving heel veel delen met die vluchtelingen, wat Halsema ook eigenlijk zegt. Ze zijn verliezers van het systeem. Sommigen omdat ze de know-hows niet hebben, maar anderen omdat ze letterlijk in een nergens land zijn. Dus de politieke dimensie, machtsverhoudingen, is helaas een onderdeel van het vraagstuk. En je ziet dus ook in deze reeks, ook Bassaïen dus heel mooi schetst, dat onbehagen, dat hangt heel erg samen. En je kunt niet denken dat je kunt niet zonder inclusie van mensen aan de lage kant van de samenleving, zowel hier en elders, werken aan een oplossing. Ja, ja, ja. Toevallig is Femke Halsema hier ook. Het gaat namelijk over haar essay. Heb jij hier al iets over te zeggen, iets terug te zeggen? Ja? Ja, ik zou even één ding in de richting van Armen over de interne inconsistentie in zijn eigen betoog. Namelijk, je kan niet aan de ene kant zeggen dat de utopie niet past die ik schets bij de wereld van nu, maar wel je kaarten willen zetten op het verdwijnen van de natiestaten. En zeggen dat de wal het schip moet gaan keren. Want wat je dan eigenlijk doet is defaitistisch zijn. Je zegt eigenlijk, ik geloof niet in de oplossingen die jij schetst, maar ik weet het ook niet, dus we gaan maar even zitten wachten. Dat
Nou ja, eerlijk gezegd, ik heb daar een beetje moeite mee. Dat vind je een beetje als zombies en waterdragen uit een meer halen, terwijl dat niet kan, want het is intern niet consistent. Dat bedoel je? Ja, nee, dat bedoel ik. Dus het is intern inconsistent om te zeggen dat utopieën niet kunnen werken, omdat de wereld eigenlijk te cynisch is, maar tegelijkertijd wel verwachten dat we een discussie kunnen gaan voeren over het verdwijnen van de natiestaten. Dat is één. En twee, ik ben het volledig met jullie eens dat er uiteindelijk hele fundamentele discussies moeten worden gevoerd over bijvoorbeeld de grenzen die we in een groot deel van Afrika hebben gecreëerd. Dit is een overblijfsel van het kolonialisme. Ben ik het mee eens. Maar veel succes ermee. Kijk, Popper die zegt namelijk, en daar ben ik het heel erg mee eens, je kan niet omwille van een toekomstig ideaal en een toekomstige mooie samenleving generaties van nu vergeten of laten lijden. Mijn voorstel is natuurlijk een combinatie van praktische overwegingen en idealisme, waarbij ik denk, dit is, nou ja, er zitten gevaren in, er zal ook veel niet lukken. Maar laten we het eens proberen. Op een kleine schaal, virtueel, op verschillende manieren. Maar laten we wat doen. Maak van de loop van de geschiedenis, zegt Popper, geen afgod. En je laat je daar niet door afleiden, maar wees praktisch en in het hier. Ja, ja, ja. Hartelijk dank voor deze reactie. Hartelijk dank voor jullie reactie nogmaals wederom. Ik geef Femke het laatste woord, want het is ook haar essay. En ik heb nog twee andere gasten hier die ik graag naar het podium zou willen vragen hier naar deze twee microfoons. Bastiaan Rijpkema, hartelijk welkom. Jurist, rechtsfilosoof van de Rijksuniversiteit Leiden. Nee, Rijksuniversiteit hebben ze geschrapt. Universiteit Leiden heet dat tegenwoordig, ja. Hij won heel recent boek voor weerbare democratie. Het Prinsjes Boekenprijs 2016. Hartelijk welkom. En de directeur van Amnesty in Nederland, Amnesty International Nederland, Eduard Nazarski. En daarvoor 15 jaar lang werkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland. Ook hartelijk welkom, Eduard Nazarski. Jullie beiden als reactie. Eerst eens even Bastiaan Rijpkema over Karl Popper. Jou niet onbekend. Jij leest vaak en citeert er ook vaak uit in je opiniestukken. Waarom denk jij dat Halsma gevraagd is door de editors van deze reeks, die zelf ontkende dat die editor was, maar wel grondlegger ervan is, om te reageren met het vluchtelingenvraagstuk en Popper in combinatie. Wat? Ja, nou, ik moet natuurlijk eerst even zeggen, in reactie ook op Armen, dat ik had er blijkbaar overheen gelezen, maar wel erg teleurgesteld ben dat de Universiteit Leiden dus niet in één zin genoemd wordt met Harvard. Maar goed, oké, voor de rest was ik heel tevreden over alle andere onderdelen van het essay. En ik was heel blij met de herwaardering eigenlijk van Karl Popper. Ik weet niet precies hoe het gegaan is, of Femke heeft gezegd, ik wil het over Popper doen, of je krijgt Popper in de schoot geworpen. Maar misschien dat kunnen we ook in het midden laten natuurlijk. Alleen ik ben wel blij dat dat eruit gekomen is. Omdat ik denk dat Popper voor zijn politieke filosofie eigenlijk te weinig gewaardeerd wordt. Dus hij is als wetenschapsfilosoof natuurlijk heel bekend. Heeft hij hele belangrijke dingen geschreven die wij nu als vanzelfsprekend zien. Hè? Dat je naar falsificatie op zoek moet gaan en niet naar de bevestiging van bewijs. We moeten het juist proberen te ontkrachten. Die ene zwarte zwaan te zoeken, nou ja, dat vinden wij nu allemaal heel simpel. Maar dat was destijds revolutionair dat Popper dat zo helder neerzette. Maar hij heeft dus ook hele belangrijke bijdrage aan de politieke filosofie geleverd. Ja, het is wel leuk om daar misschien twee dingen over te zeggen, heel kort. Want ja, ik moet natuurlijk niet het einde van de avond aangrijpen om een soort van college over Popper te gaan geven. Hoe leuk dat ook zou vinden. Maar ik heb ook net op de klok gekeken. Twee dingen. Ten eerste is het wel leuk. Volgens mij is het nog niet gememoreerd vandaag. Of interessant, moet ik zeggen. Dat Popper zelf ook een vluchteling was natuurlijk. Hè? Dus hij is gevlucht voor het fascisme in Oostenrijk naar Nieuw-Zeeland. Hij heeft daar nog heel erg geholpen om andere academici ook te laten vluchten naar Nieuw-Zeeland. Zelf was hij daar overigens ook weer niet zo tevreden, want hij was wat klagerig ingesteld. Allerlei klagerige brieven over hoe er meer schapen waren dan mensen, geloof ik, op Nieuw-Zeeland. En hij voelde zich nodeloos of mateloos ondergewaardeerd. Maar een ander punt is heel interessant. En dat heeft met de houding eigenlijk die Femke aanneemt in het essay en ook bij deze avond te maken. Is dat ze eigenlijk beter doet
dan Popper zelf wat Popper wil. Dus Popper was de man van de radicale kritiek. Die wilde dat je alles openlijk besprak. En daar, wij van spreken, bij de eerste weerlegging zei... ja, sorry, ik zat ernaast, we gaan door. Alleen de grap was nou dat hij dat zelf helemaal niet kon. Dus was eigenlijk een onmogelijke man, Karl Popper zelf. En daarom gaat ook, dat is één anekdote die ik mezelf nog veroorloof... aan de London School of Economics, waar hij doseerde... overigens ontevreden dat hij niet bij Cambridge of Oxford doseerde... ja, of Leiden natuurlijk, inderdaad, dank. Daar ging dus het verhaal dat de studenten van Karl Popper... zijn boek The Open Society and Its Enemies niet bij de naam noemde... maar in de wandelgangen, je moest het natuurlijk niet doen als hij het hoorde... werd dat genoemd The Open Society by One of Its Enemies. Omdat hij zo onmogelijk met kritiek om kon gaan. En ik wil daar dus een groot compliment maken aan Femke... dat ze ten eerste in de essay al zo bescheiden zich opstelt... en daarnaast dat essay hier neerlegt om aan kritiek blootgesteld te worden. Dus heel knap. Zeer Popperiaans in die zin. Ja, zeer Popperiaans en beter dan de leermeester zelf. Mm-hmm. En dan misschien nog even iets verder door over het feit dat Popper zegt... Je moet van de geschiedenis, hij zegt tegen het historicisme in dat boek, The Open Society and Its Enemies, en daar noemt hij allerlei voorbeelden van. Het ellende begint bij Plato en dan vooral bij de late Plato. Hè. En dat gaat maar door met al die filosofen, die Duitse filosofen. Je moet het praktisch aanpakken. Hè. Dus, ja, wat dat betreft ook een compliment voor de timing eigenlijk, hè, voor de avond. Want op hetzelfde moment wordt elders in Amsterdam de heruitgave van Oswald Spengler gepresenteerd. Ja, hiernaast. Ja, in de Rode Hoed. Nou, dat is nou precies een voorbeeld van het historicisme, waar Popper zich heel hevig en denk ik terecht tegen verzet heeft. Ja, de ondergang van het avondland. Ja, en Hans Achterhuis heeft het ook in de recensie gezegd. Maar dat praktische aspect, hè, net even die kritiek van Femke op de kritiek van Armen Hakverdian. Dit wordt wel een enorme meta-discussie, maar laten we het praktisch proberen te krijgen. Natuurlijk de bedoeling in zijn filosofie dat je praktisch handelt en snel ook. Hè? Want de geschiedenis is gevaarlijk. Hoe zie jij dat in verband met dit voorstel? Ja, nou, ik denk dat dat is ook wat Femke zich denk ten doel stelt in het essay. Dat je probeert een praktisch utopisch verhaal neer te zetten. Waar je dus al, en dat is denk ik ook net in de discussie al even gezegd door Armen en Kiezer, hoor, dat je kleine delen daar al van zou kunnen realiseren. En dat is precies hoe Popper het zou zien. Dus die is van inderdaad piecemeal engineering. Je moet kleine stapjes zetten. En dat is niet alleen maar omdat hij zegt van jongens, doe voorzichtig. Hij heeft er ook een idee bij. Hij zegt, kijk, je moet eigenlijk elk beleidsvoornemen, elke maatregel die je neemt, moet je zien als een experiment. En je moet dus afwachten wat er terugkomt. En als je dan, om maar even met een populair woord te zeggen, de feedback binnengekregen hebt, dan ga je op basis daarvan weer een heel klein beetje draaien aan de knop. Dus wat dat betreft is denk ik het voorstel zoals het gedaan wordt voor die kampen, om daar iets anders mee te doen met die vluchtelingenkampen. En daar langzaam extra voorzieningen te plaatsen, heel realistisch in het beeld van Popper. Ja. En nu even van de Amsterdamse en Leidse politicologie en filosofie naar ook echt de praktijk. Eduard, 15 jaar bij vluchtelingenwerk. Je kent die situaties ook vanuit Amnesty. Als jarenlang directeur daar nu al als je broekzak. De praktische kanten daarvan. Hè? Een vluchtelingenkamp, een vluchtelingenstad, een vluchtelingenwereld 2.0. Hoe zie je het voorstel van Femke? Ik vond het ontzettend mooi om te lezen. Goed geschreven. Ook de padstelling die er is in de stellingnames vond ik mooi. En, padstelling in Nederland of in Nederland, Europa? In de discussie over in de wereld van wel of niet beschermen, wel of niet binnenhalen. Mooi beschreven. Ik vond het hoofdstuk over Zatopia vond ik ook mooi. Toen ik het gelezen had, heb ik Femke gezegd, daar zou ik nog meer over hebben willen lezen. Want hoe gaat dat dan en hoe gaat dat vorm krijgen? Maar ik zit wel aan twee dingen te denken. Als ik ook over Popper, waar ik niet zoveel verstand van heb. Maar je ziet hier over andere redenen. Maar dat piecemeal engineering, dat heb ik hier nu 30 jaar in Nederland gezien. Met asielprocedure, met opvang, met gepruts in de marge, als ik het zo mag noemen. Met voortdurend weer proberen dingetjes te verbeteren, te verstrengen, te versnellen. Nog strikter, nog restrictiever, nog afwerender, nog lelijker doen. Nog centra, nog verder weg, al dat soort dingen. En het is bijna 20 jaar geleden in de Bali, en je
inmiddels je dat misschien, nadat Wim Kok had gezegd wie het beter weet mag het zeggen, en daar was er net ook naar gerefereerd, dat er een hele serie was wie het beter weet mag het zeggen over het asielbeleid toen. En toen kwam er een nieuwe vreemdelingenwet en toen zou het opgelost worden. We zien dus heel veel trial and error in het Nederlandse, in het Europese beleid, en dat leidt alleen maar tot meer gedoe, meer getut, en niet tot meer, tot betere bescherming van vluchtelingen. Een ander punt, en wat, dan kom ik aan je vraag van over praktisch wat er in die mythische opvang in de regio kan verbeteren. Ik heb vanmiddag nog even opgezocht. De UNHCR, Verenigde Naties voor Vluchtelingen, die hebben op dit moment voor 2017 tussen de 3 en de 4 miljard tekort om die opvang een beetje menswaardig te doen. Dat is niet iets van het laatste jaar, dat is echt al 30 jaar aan de hand, waarin stelselmatig veel te weinig bijgedragen wordt om die opvang een beetje fatsoenlijk te doen. En dan heb ik het niet over prachtige dingen als bibliotheken en universiteiten die daar ofwel met MOOCs of op een andere manier lesgeven, maar gewoon over schoon water, een beetje voedsel, een beetje basale medische zorg en een beetje onderwijs voor kinderen. Ik vraag me af waarom en waarom de wereld erin berust dat die schamele 3 miljard per jaar, want ja, het lijkt enorm, maar als je kijkt wat er in Nederland in het redden van de banken gestoken werd een paar jaar geleden, was echt veel en veel meer. Waarom dat niet beschikbaar kan zijn om op een beetje bazaal niveau te zorgen dat mensen daar iets van een menswaardig bestaan en ook zonder vernedering kunnen leven. Want die vernedering, ja, je zou er maar wonen en je zou maar 20 jaar in zo'n ellendig kamp moeten wonen, waarin je ziet, of waarin je kinderen zien dat jij tot niks in staat bent, waarin je ziet dat je kinderen ook geen onderwijs krijgen, geen rolmodellen hebben waar ze een voorbeeld aan kunnen nemen, en waarin je ook ziet dat de wereld het geen barst interesseert of je crepeert. Nee, maar deze problematiek die hebben we aan het begin van de avond ook gehoord, hè, onder andere van Femke. En van, en dat klopt, maar leidt dit nou, deze constatering van jou, hè, die 3 miljard of hoeveel het ook mag wezen, tekort nu al, leidt het tot, voor jou tot een conclusie, nou ja, laten we eerst maar eens beginnen, piecemeal engineering enzovoort, het schiet niet op, laat nou eerst maar eens vinden met het vinden van die paar miljard, voordat we aan dat soort utopische vergezichten toekomen? Of leidt het er juist toe dat je zegt, het is hoog tijd dat we eens aan die utopische vergezichten beginnen, want zo komen we er toch niet? Ja, nou, daar vond ik het mooi in. En ik denk ook als je dat vergezicht een soort, ja, je moet iets hebben waar je naartoe kunt werken. En als je dan zegt, het zou wel kunnen, en het zou op deze manier kunnen, zou dat politici ertoe kunnen verleiden, of bedrijven, hele rijke mensen, om te zorgen dat dat geld er wel komt. Ik denk dat dat wel mogelijk is. En dat je dat, als je dat op een paar plekken zou doen, dat je ook zou kunnen zien dat het wel werkt. En dan heb ik niet, ja, Armin die zegt, ja, ook wel begrijpelijk, van dan komen er heel veel mensen en dan moet je muren optrekken. Maar zover is het nog lang niet. En zo aantrekkelijk zal het ook niet meteen worden. Het gaat erom dat het wel kan werken en dat je mensen wel een soort begin van een normaal bestaan kunt bieden. En een tweede ding, en dat zegt Femke gelukkig ook, maar ik zou dat wat meer willen beklemtonen. Een tweede ding is dat rijke, veilige landen, die zouden echt veel meer moeten doen om mensen hier op te nemen en mensen uit te nodigen. En daar overdrijft Femke een beetje, als ik zo vrij mag zijn om dat hier te zeggen. Die 65 miljoen, die gaan niet komen. Die zijn tot nu toe ook nooit gekomen. 45 miljoen daarvan zitten binnen hun eigen land op een of andere manier opgesloten. Dus die komen helemaal niet de eigen grens over. Laat staan hier naartoe. Maar er moet veel meer gebeuren om mensen in kwetsbare posities, in die situaties, om die hier naartoe te halen. Als je dat doet, dan maak je daar ook het leven een beetje meer draaglijk, omdat die mensen die echt in daverende problemen zitten, die heb je dan daar niet meer. Dus als je die twee dingen zou combineren, dan zou je een begin van een andere benadering hebben. En ja, ik doe dit al best lang. Het is moeilijk, je kunt ook zeggen, dat is allemaal hartstikke naïef. Maar van de andere kant, erin berusten dat die ellende voortduurt, en dat heb ik in geen van de dystopieën nog gehoord. Wat betekent die eindeloze vernedering voor de jongeren die daar nu opgroeien en die totaal geen perspectief hebben, maar die wel vatbaar zijn voor jihadi recruiters die zeggen, ja, wat wil je nou doen? Wil je nog jarenlang vernederd worden of ga je met mij mee aan die lui lessen leren? Dus die, ook uit het oogpunt van ons eigen belang en van veiligheid, zou ik denken dat er veel meer moet gebeuren om daar mensen echt een perspectief te bieden. Een van de weinige positieve dingen die ik vanavond dan gehoord heb in een toch wel moeilijk gesprek over grote problemen, is dat het lang niet zo erg is als Femke schetst. Als ik dat hoor van de directeur van Amnesty, denk ik ook. Nou, dat is dan toch weer anders dan ik gedacht had.
Bastiaan Rijpema, ik zag jou net over dat piecemeal engineering zeggen. Ja, ja, nou ja, ik niet, zag je niet zeggen. Ik meende jouw wenkbrauw opgetrokken te zien worden. Dat Jeetje, je kan niet eens meer ongestoord hier Je wenkbrauw optrekken, nee, precies. Dat wel meevalt? Dat wel de manier is om te werken? Oh, ja, net, ja. Oh nee, ik was even denken, welk moment dan de wenkbrauw? Maar ja, nou ja, ik ben wel positief inderdaad over piecemeal engineering. Omdat Popper zou nooit je verbieden om plannen te maken, hè, voor hoe de samenleving eruit moet zien. Het enige is dat hij een soort veiligheidsmechanisme wil inbouwen. Hij zegt, je moet dat niet inderdaad als een blauwdruk gaan opleggen. Maar dat laat onverlet dat je wel kunt schetsen waar het naartoe moet. En ik denk ook dat Femke heeft ergens in het essay dan zegt van, nou ja, je moet een soort een gat in de werkelijkheid slaan. Je moet een nieuwe visie kunnen presenteren. En dat is denk ik nodig. Dat ben ik eens hoor. Want je zou kunnen zeggen, alle elementen komen voor hoor, in het essay. Dat je dus zegt van, nou, aan de ene kant heb je, laten we zeggen, de morele kant van het verhaal. Waarbij de eis om er meer aan te doen misschien ook steeds verder opgevoerd wordt. Je hebt ook ethici, zoals Peter Singer, bekende filosoof, die eigenlijk gewoon zegt, er is geen enkele morele grond om niet bijvoorbeeld de helft van je inkomen jaarlijks af te dragen om iets te doen aan de situatie in andere landen, in ontwikkelingslanden of in landen waar oorlog is. Je hebt dat deel van de discussie. Dan heb je de discussie over asielbeleid, waarin het steeds wordt gezegd van, ja, we kunnen niet iedereen opnemen en het wordt steeds strenger. En dan heb je ook nog de kant die steeds benadrukt van, ja, maar het staat gewoon in het vluchtelingenverdrag, dus dat moeten we gewoon gaan doen. Wat ook een beetje een gevaarlijk argument is, want ook een verdrag kan een keer gewijzigd worden. Dus recht is altijd maar een tijdelijk argument. Dat moet ergens op steunen. En het wordt ook niet altijd even consistent toegepast. Want andere verdragen, als ze niet uitkomen, dat is ook wel eens gezegd over de Dublin-verordening, die wordt dan weer niet helemaal toegepast onder aanvoering van Merkel in 2015-16. Dus je hebt al die factoren die een soort van verlammende dans vormen. Morele punt. En dan hebben we het asielbeleid moet steeds strenger en het vluchtelingenverdrag. En dan is het heel welkom, denk ik, dat iemand zegt, ja, laten we nu eens heel anders ernaar kijken. We hebben vluchtelingenkampen waar mensen blijkbaar heel lang vastzitten. Een heel deel van hun leven gaat daar eigenlijk aan niets op. Ze kunnen daar niets. Laten we daar dan eens eerst proberen iets aan te doen. En alleen wat Popper daarbij zou zeggen, en ik denk dat dat erin geïncorporeerd is in het stuk, dat je zegt van, nou, dan gaan we dat wel stapsgewijs implementeren. We gaan niet denken dat we daar van de een op de andere dag welvarende democratische stadstaatjes kunnen creëren. Ja. Dank. Beide. Femke, reactie op de sprekers hier? Of ga ik eerst eens vragen of er in de zaal nog bijdragen zijn. Ja, goed. Is er iemand die iets wil zeggen, opmerken, toevoegen? Ik hou me vast. Okay. Ik ben Boudewijn Poelman en ik werk in een organisatie die georiënteerd is op de markt. En in dat verband wil ik graag nog iets zeggen tegen Armin. Als je beeld schetst van een stadstaat waar grote groepen mensen heel snel naartoe gaan nadat die is aangekondigd, waar snel de muren moeten worden opgetrokken en waar vervolgens honderdduizenden mensen buiten die muren moeten bivakeren omdat ze daar ook graag willen wonen, dan heet dat in het bedrijfsleven een enorm succes. Want als je honderdduizenden mensen hebt die gebruik willen maken van een dienst of van een product, en daarvoor bereid zijn om zelfs te gaan kamperen buiten muren, dan heb je een enorme bestseller. Dus jouw enigszins humoristisch, cynisch bedoeld, en dat neem ik ook graag aan, betoog, komt er wel op neer dat het idee van de stadstaat eigenlijk in jouw ogen ook een enorm succes is. Dat wou ik nog even meegeven aan de politicologie. Mooie overpeinzing. Armin, wil je daar nog op reageren? Je keek erbij of nemen we deze gewoon even mee? Oké. Okay. Succes voor wie? Succes voor wie? Net als in het bedrijfsleven. Succes voor wie? Vanuit, maar ja, goed. Oké, okay, ja, goed. Voor andere opmerkingen hier en hier. Ja, meneer. Ik vraag me af of we iets niet buiten beschouwing laten. In hoeverre het Westen zelf de oorzaak is van de ellende in de wereld.
Een van de dingen die ik recent gelezen heb, er is een onderzoek geweest door een Amerikaanse bedrijf, ik weet het naam nu even niet, en er zijn al langer van dat soort geruchten geweest, dat wij veel meer halen uit de arme landen dan dat we geven aan ontwikkelingshulp. En wat nou door die instantie is uitgerekend, is dat er 24 keer zoveel weggehaald wordt uit die arme landen dan dat wij geven. Maken we daarmee het leven in die landen domweg niet onmogelijk? Dank u wel. Ja, ja. Dat is één. En dan ga ik even naar meneer hier. Was ook de problematiek die door Kiza en Armen werd aangesneden, misschien eerder. Meneer. Oorlog, onbeheersbare destructieve fenomeen vanuit macht en conflict. Oorlogsgebieden, moerassen, waaruit pest en maleis afkomstig is en de mensen vluchten van de ziekte. Gaat u dit helemaal voorlezen? Nee, heel kort. Dat hoop ik. Ja. Nu, u wilt een quarantaine opbouwen voor de zieke en verziekte mensen. U vraagt een globale organisatie voor een vlucht van ongeorganiseerde paniek, angst en overlevingsinstincten. Ja, ik ben niet zo heel voor lange statement. Ik ben voor een vraag, meneer. Heb u een vraag? Komt u dan maar graag met de vraag. Ik mis de heimwee tot organiseren van sociale wereld. Zowel Armin en Femke, wanneer gaan we onze egocentrische verhouding veranderen naar empathische groene verhouding? Dank u wel. Mevrouw. Dank je wel. Ik vind het heel mooi dat we dit doen en het soort van in dit idee van we gaan er met z'n allen kritisch in een debat over nadenken. In een spek wat ik nog niet heb gehoord en wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat waar deze vluchtelingen zijn, is vaak het grote onderdeel van het probleem. En er is een reden dat het probleem niet gezien wordt en dat er een grote tijdsdruk is op of vluchtelingen ergens mogen zijn of niet. En dat iedereen ze eigenlijk weg wil hebben, zodat ze dus terug de zaakjes gedrukt worden naar een land. En ik denk dat Halsema's oplossing hier zowel een probleem vormt als ook een oplossing voor is. En dat dus belangrijk is in het debat. Neem bijvoorbeeld even dus als voorbeeld de Rohingya, die dus nu in Bangladesh zitten. Geef zij bijvoorbeeld voor deze 800.000 mensen een nieuwe stad, dan zou dat betekenen dat zij eindelijk uit Burma verdwenen zijn. Dus Burma helemaal blij, want dat was het hele punt. Ze wilden de Rohingya weg hebben, dus ze zitten eindelijk weer in Bangladesh. Dus je wilt ze eigenlijk geen echte thuishaven geven. Je wilt ze eigenlijk weer terug hebben in een land. Dat, denk ik, is een probleem. Anderzijds, dus de oplossing zou zijn, er zit nu een pacht deze grond voor 100 jaar. Dan hebben we dus 100 per jaar om het probleem echt op te lossen. Alle mensen bij elkaar, we denyen het probleem niet meer. We hebben nu, het probleem is hier en we kunnen met deze mensen allemaal samenwerken om ze dus goed terug te integreren. Femke, mag ik jou vragen om te reageren? Of denk je, nou fijn, dat mensen het gezegd hebben. Ja, nee, doe jij maar. Ja, maar hoeft het ook niet. Er waren weinig concrete vragen bij. Er werd wel veel gezegd. Nee, nou, misschien even naar aanleiding van je opmerking over de Rohingya's. Ja, dat is natuurlijk een probleem. Dat je daarmee eigenlijk een probleem van heersers oplost. Hè? Door te zeggen, ga maar buiten het land zitten. En dan krijg je daar op een stukje gedeelde grond. Mag je... Alleen wat ik er tegenover zou willen plaatsen is een bestaan. Een vluchtelingenbestaan is onderzocht. Duurt gemiddeld 17 jaar. En dus voordat mensen gemiddeld weer ergens opgenomen worden in een andere samenleving, duurt 17 jaar. En de vraag is of je dat kan laten bestaan. En dat vind ik eigenlijk gewoon niet. Want het is namelijk de duur waarin kinderen ook volwassen worden. En daar moet je gewoon oplossingen voor gaan zoeken. Is dat misschien even nu als... Ja, maar daar honoreer je natuurlijk wel mee dat een land wat mensen verdrijft vervolgens er vanaf is. Ja, maar kijk, dan zou de internationale gemeenschap bereid moeten zijn om bijvoorbeeld in te vallen en plek voor mensen weer op te... En dat gaat niet gebeuren. Dat gaat ook niet gebeuren. En in die gevallen waar het in de historie wel eens is gebeurd, heeft het ook weer hebben internationale interventies af en toe desastreuze effecten gehad. Dat brengt me op eigenlijk op wat die meneer zegt. Ja, dat weten we.
dat wij vaak meer rijkdom uit de arme landen trekken dan we teruggeven. Zoals er natuurlijk ook in het handelen in het Westen heel veel oorzaken liggen voor de conflicten die elders plaatsvinden. Een van de voorbeelden die ik noem, het is ontzettend uitgekoud. Dat is natuurlijk hoe wij het gedrag van Saoedi-Arabië al decennia lang vergoeilijken. Terwijl het een heel belangrijke speler is in internationaal terrorisme. Dus er liggen. Alleen mijn praktische antwoord daarop is steeds. Ik denk dat we niet erin zullen slagen om de wereld te veranderen. Dus wat ik voorstel is om plekken te gaan creëren waar nieuwe werelden kunnen ontstaan. Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid die ik op dit moment zie. En dat kan gaan om steden, grote zatopia's. Maar dat kan ook gaan om hele kleine politieke gemeenschappen. Wat volgens mij ook een common kan zijn, is als vluchtelingen zich eens vaker als politieke actoren gezamenlijk zouden gaan organiseren en hun stem zouden gaan verheffen. Ook dat is een vorm van emancipatie die ons al veel zou kunnen brengen. Ik overdrijf, chargeer even de kritiek, hè, maar jij komt met een grotendeels, zeg je ook zelf, praktisch oplossing voor een praktisch probleem, hè, wat ook een ethisch probleem is, een ordeningsvraagstuk. En dan is de vraag, en die hier vanavond een aantal keer gesteld is, en ik herhaal hem nog even, we gaan naar een afsluiting, maar ik herhaal hem even. Ja, maar de wereld is veel slechter dan dat. Er zijn veel meer dingen dan dat. Waarom pak je niet de wortels daarvan aan dat de wereld oneerlijk is? Ik chargeer wat, maar dat meende ik toch soms te horen. Nee, dat heb ik ook vaak gehoord. En daar geef ik wel een antwoord op in het essay. Ik druk het niet zomaar weg. Alleen wat ik zeg is dat, 1, het kost je ongelooflijk veel tijd om dit soort conflicten bij de. 2, het wordt al jaren geprobeerd en het lukt niet echt. 3, als je kijkt naar de politieke ontwikkelingen in het Westen. Bijvoorbeeld het toenemend nationalisme, het gebrekkige bilateralisme dat er nog is, de afname daarvan, denk ik dat je daar niet te veel verwachtingen van moet hebben. En ik heb natuurlijk ook een enigszins strategische oplossing. Daar hinte jij natuurlijk op met je links- en rechtsindeling, dat snap ik wel. Een enigszins praktische oplossing geprobeerd aan te reiken die voor verschillende partijen aantrekkelijk is. Zonder dat ze bijvoorbeeld een hele moeilijke vredesmissies moeten gaan starten, waar ze eigenlijk niet in geloven en waar ze ook bijvoorbeeld de politieke steun in hun eigen land niet voor hebben. Ja, zonder dat je de ongelijkheid in de wereld in één keer weg kan halen of in Burma binnenvalt om ze te dwingen om de Rohingya terug te nemen. Zonder dat je die wurgende cirkel hebt die Bastiaan Rijpkema net probeert te schetsen van ethische dilemma's en om daar doorheen te komen. Dat gat maar erin. Ik wil er wel één idealistisch element nog aan toevoegen. Mm-hmm. Ik denk uiteindelijk dat dit soort commons, vrijplaatsen ook een functie kunnen hebben in het brengen van democratisering. Ik denk dat je open samenlevingen op allerlei plekken moet gaan vestigen, omdat ze daarin ook werking kunnen hebben voor een bredere omgeving. Ik vind het een prachtige afsluiting van de avond. We drinken niet in de ondergang van het avondland. We denken niet in Oswald Spengler, we denken in Karl Popper. Prachtig dat die erbij betrokken werd in deze reeks. Ik wil u allemaal heel hartelijk danken voor komst en deelname aan dit openbare denken. Ik wil Sophie Rutenfrans danken, redacteur van de Bali, voor het samenstellen van de avond. Ik wil Femke Halsema hartelijk danken en ik wil alle reageerders, alle vierde reageerders heel hartelijk danken. En ik wil danken voor de muziek. En als u nog verder wil praten, dan moet u dat vooral in die kant van het huis en het gebouw doen. En ik zie u graag weerom. Hartelijk dank allemaal. APPLAUS